Goedemiddag. Het is donderdag 22 september. Het is heerlijk weer. Het is 18 graden. Echt prachtig herfstweer. En ik wil in dit volk de koningin opzoeken. Het is een koningin van dit jaar. Die heb ik op 22 mei ingevoerd. En blijkbaar heeft deze koningin niet de juiste eigenschappen om de vrouwendruk laag te houden. Want op zich zitten alle eigenschappen van het bijenvolk, die komen bij de koningin vandaan. En blijkbaar, en dan moet je vooral denken aan eigenschappen die de varroa-druk kunnen verminderen. Varroa-voortplanting af kunnen remmen. En dat is bijvoorbeeld VSA, varroa-sensitieve hygiëne, waarbij de bijen met hun antennes kunnen vaststellen of er mijtenfamilies in het gesloten broed zit. En dat kunnen ze dan openbijten. En andere groepen bijen, die zullen dan vervolgens die cel soms leeghalen. Soms laat het ook zo. Dan hebben ze alleen maar een eigenschap die we uncapping noemen. Maar dat betekent toch dat het klimaat in die cel zodanig verstoord wordt dat de jonge dochtermijten veelal doodgaan. De moedermijt blijft leven, die stapt alweer in de volgende cel. Maar in ieder geval is de voortplanting verstoord. Nou, gezien de mijtenval in dit volk, want van alle volken die hier in de tuin staan, volg ik dagelijks de mijtenval op de schuiflade. En gezien de mijtenval in dit volk, vermoed ik dat er nog steeds, schrik niet, ruim 2000 mijten in dit volk zitten. Nou, ik verbloos daar niet over. Ik verbloos daar niet bij. Want als je volken neemt die van nature leven, gewoon in nestholtes, die hebben ook nog steeds een redelijke mijtenbesmetting. En zolang ze er maar niet boven de 2000 uitkomt en het volk is nog voldoende sterk en gezond, dus het wordt niet geplaagd door allerlei virussen, dan redden ze het wel. Nou, dan ga ik dus ook uit voor dit volk. Dus mijn eerste stap is nu om deze koningin. Kijk, hier allemaal zit keurig verzegeld voer aan de binnenkant. Om eerst die koningin te vinden. En die stoppen we dan in een kluisje. Misschien dat ik er nog een liefhebber voor heb, omdat het gewoon een koningin is uit mei 2022. Dus het is op zich een prima koningin als je de volken gewoon behandelt. Als je de volken niet behandelt, dan blijkt dus dat die mijtenbesmetting te hoog wordt. Wintervoer. Dit is ook allemaal wintervoer. Zo'n raam weegt zo 3 kilo. Als het geen 3,5 is, dan houd ik het meestal op 3 kilo. Ik heb deze week ook nog die sensor uitgelezen. Het blijkt gewoon dat hij gedurende 6 maanden, voorjaar en zomer, dat hij eigenlijk gewoon permanent strak tussen de 34 en 36 graden is, uitkomt. Nou, ook allemaal voer. Ook weer 3,5 kilo, dus je loopt 7 plus 3 kilo's, dus 8 kilo. Nou, het zit meer dan genoeg voer in deze kast. Ik zit nu bij de sensor, maar die blijft wel plakken op het raam. Je ziet volop bijtjes lopen met echte knalgele stuifmeel. Hele grote stukken stuifmeel. Hele grote wielen stuifmeel aan hun achterpootjes. Hier zit gesloten broed op. Dit stukje. Ik zie ook in een van de cellen een gaatje, dus dat betekent toch dat de mijtendruk hoog is. Dat ze aan het ruimen zijn. Deze kant geen broed. Als het goed is de moer gemerkt, dus die moet ik snel kunnen vinden. Nou, het volgende raam zal wellicht nog iets meer broed bevatten. Hier is een volk op kleine cellen, op 4,9.
Dit is ook allemaal broed, gesloten broed. Ik kijk nu op een iets andere manier naar de koningin dan als ze niet gemerkt is. Kijk, hier loopt ze. Zie je direct dat merkje. En zij heeft een merkje nummer 19. Nou, ik zal dat straks eens even nakijken op de kastkaart. Het is een ongeknipte koningin. Ik zal er even terugstoppen in een Apidea kastje. Dat kan ik zo wel even laten zien. Dus voorlopig gaat ze in een kluisje. Om hem even als reserve te bewaren. Nou, je kan er gewoon zo afpakken. Kluisje doen. Dan loop ze naar binnen. Dan doe ik gelijk wat jonge bijtjes bij. Dommer omdat, kijk, stel dat er iemand is die zegt van stuur die koningin maar op. Dan heb je wel verzorgende bijen nodig. Dus het is handig dat je dan een stuk of 6 bijtjes erbij doet. En als je ze gewoon bij het borststuk beetpakt, nou dan steken ze niet. Je pakt ze van bovenaf en dan gebeurt er eigenlijk niks. Even kijken of de bijtjes niet direct bij de opening zitten. Want dan vliegen ze er ondertussen weer uit. Kijk nu. Hup. Inmiddels heb ik er 2, 4, 5. Nou, 1. En dan... Ja, ik ging er ondertussen weer eentje uit. Ik zal er niet eentje met stuiven naar buiten stoppen, want dat is dan stuiven niet kwijt. Zo, nu zitten er 6 in. Suikerdeeg zit erin. Niet plakkende suikerdeeg, dat is wel belangrijk. En ik stop hem even om hem warm te houden in de kontzak. Kijk, hier zit ook een cel die opengebeten is. Dus er zit wel, ik weet niet of het zichtbaar is hoor, maar deze cel is opengebeten. Dus daar zit waarschijnlijk een meitenfamilie in. Hetzelfde geldt voor deze cel. Dus de meitendruk in dit volk is vrij hoog. Nou, dat stimuleert dan ook het gedrag. Hè? Want als er geen meitendruk is, omdat je alle meiten hebt bestreden, dan zal zo'n volk nooit enig verdedigingsmechanisme ontwikkelen. Hier heb ik hem uitgehaald, dus hier komt straks een kluisje tussen met een nieuwe koningin. Ik ga deze even dicht doen. En dan gaan we even naar een apideaatje om daar een koningin uit te halen. Een ogenblikje. Is dit niet een schitterend gezicht? Dit is herfsttijdloos. Kun je heel makkelijk stekken in het voorjaar. En kun je gigantische hoeveelheid bijen opkrijgen. Hier zit ook een hele grote koninginne. Hommel. Prachtig. Nou, dan moeten we uit deze Apidea even een koningin zien te halen. Het kluisje ligt klaar. Een rook heb ik niet bij me, want het volkje moet zelfstandig, vanzelfsprekend, zachtaardig zijn. Anders wil ik ze niet hebben. Nou, ik moet even kijken hoe ik dat doe. Ik sta er een beetje onhandig voor. Meestal zit ze op het middelste raampje of op het achterste raampje, dan zit vaak het dichtste bij het voer. Ik zal even kijken wat voor rugnummer dat erin zit. Blauw nummer 16. Dus dat is de goede koningin die we zoeken. Blauw nummer 16. Ook dit zijn kleine celletjes. Ook in de Apidea kastjes doe ik kleine cellen zodat er kleine bijtjes uitkomen. Zodat ik die ook weer kan overzetten naar andere volkjes met kunstraad van 4,9. Nou, eens kijken of het klopt dat ze meestal in het midden zit. Voor hetzelfde geld is ze verdwenen. Het is natuurlijk al vrij laat. Maar gelet op de bezetting verwacht ik dat er niks aan de hand is. Er zit ook voldoende voer in, zo te voelen. Het kan makkelijk zijn dat ze hier ergens onder de bijen zit. Die zetten we er even naast.
laatste raampje. Ja, je moet altijd een beetje voorzichtig te werk gaan. Je kan natuurlijk de koningin kwetsen. Ze kan ook nog in het kastje lopen. Overkom ook nog eens een keer. Nou, het heeft geen zin om op deze manier jullie die beelden te laten zien. Dus ik ga even kijken in het kastje en dan kom ik zo terug als ik haar gevonden heb. Ogenblik. Kijk, ze lopen ze op de bodem. Ik denk dat het voor jullie te zien is. Helemaal op onder op de bodem. Nu aan de onderkant op de zijkant. Daar zie je de blauw gemerkte koningin lopen. Nou, die moet ik even met mijn vingers eruit pakken en in een doosje stoppen. Dus dat ga ik nu even doen. Nou, de raampjes zijn weer terug. En hier heb ik dan die reservekoningin die ik net uit het grote volk gehaald heb. En nou zitten er in die dekseltjes van die APD'ers zit hier een opening. En daar kun je keurig dan dat kastje dus in doen met dat gaas naar beneden, zodat de bijen haar kunnen voeren. Dus dat ligt hier voorzichtig, leg je dat hier op. En even de bijen van de rand af. En als het goed is, dan kun je het kastje weer sluiten. Als het goed is, hè. En zo. Ja, zo zit hij weer hermetisch dicht. Dekseltje erop. En ik ga die gegevens van die koningin even meenemen, want die worden verwerkt op de kastkaart. En dan gaan we weer terug naar de andere kast. Nou zijn we weer terug bij de oude kast. Moeten we even een stokje hebben om het kluisje tussen de ramen te kunnen steken. Er zit hier een oogje aan, dan kun je een stokje erheen doen. En dan kan het kluisje niet naar beneden vallen. Nou, gecontroleerd, het klipje is eraf. Dus de bijen moeten de koningin kunnen voeren. Nou, we hebben hem hier tussenuit gehaald, op deze plaats. Dus dan mag ze hier weer terug. En dan schuiven we de ramen weer tegen elkaar. En dan zien we het volgend jaar, maart, eind maart. Dan zien we wel hoe het gegaan is. En, is ze bevrijd. En is ze weer dik aan de leg. En er zitten er andere bijen in met andere genetische eigenschappen. En dan hopen we dus dat die genetische eigenschappen ervoor zullen zorgen dat de mijtendruk een flink eind naar beneden gaat. Zodat ze onbehandeld kunnen blijven leven. Dit volks is dus van 2020. Dus inmiddels 2 jaar oud. Je ziet het, is een mooi sterk volk. Ik zal ze nog 1 keer bijvoeren vanwege die koningin die ik erin gegooid heb. Ik kan misschien nog een rondje leggen. En dan houden we het gezien voor dit jaar. Nou, dat ga ik dus even doen. Kast naar het bijwerken. En dan ga ik straks nog even een ander volk bekijken. Nou, nu gaan we even naar dit volk kijken. Dat wil ik bekijken. Omdat in tegenstelling tot het volk van net, dat hier eigenlijk nagenoeg geen mijten uitvallen. De mijtenval in dit volk is 0,68 per dag. Dus dat is nou zeg maar ruim een halve mijt per dag. Zonder dat dit volk behandeld is. Dit is een volk van 2021. Dus het is zeg maar anderhalf jaar oud ontstaan. Of tenminste ruim een jaar oud. En heeft altijd hier gestaan. En ik twijfel dus over de betrouwbaarheid van de tellingen die ik uitvoer op de schuifladen. Ik veronderstel dat er onder de ramen, dat kan ik zo niet zien, dat er nog suikerdeegverpakkingen liggen.
En nou, dat wil ik even vaststellen. Want het is natuurlijk buitengewoon vreemd dat er in dit volk nog ineens één meid per dag valt, terwijl het volk niet behandeld is. De meeste kweekvolken die hierop staan, die laten inderdaad iets van gemiddeld 1 tot 2 meiden zien. Dat is dus in feite een. De laagste meidenval is 0,05. Dat is gewoon 1 meid in 3 weken. Kijk, het is allemaal wintervoer. Prachtig, hè? Deze kant is ook helemaal verzegeld. Je ziet? Ja, ik denk het wel. Ja, ik zal even de voerbak eruit halen. Dat geeft mij even wat werkruimte. Een raam waar bij mij een M op staat betekent dat het 5,1 mm kunstdraad is. Ik heb een tijdje een tussenmaat gebruikt tussen 5,4 en 5,1. Maar het bevalt me beter om ze van stretch af aan op 4,9 op te kweken. Ja, even een beetje die ergens de bijen eraf tikken. Anders vallen ze wellicht in het gras, daar heb ik niks aan. Nou, ik heb nog geen. Ik heb nog niks gezien op de bodem. Ook aan de wintervoer. Deze kant ook. Heerlijke rustige volken. Het is 18 graden, maar. Dit is ook allemaal voer. De laatste celletjes met gesloten broed. Een paar kleine celletjes er in het midden. Maar geen suikerdeeg op de vloer, op het gaas. Dus een heel bijzonder volk is dit. Nou, gelet op het gedrag zie je dus gelijk dat het boer goed is. Dit is ook allemaal voer. Hier zit nog mooie gele stuifmeel van de klim op. Op dit moment bloeit de klim op ontzettend sterk. Dus, en het is mooi weer, windstil, dus beter kan het niet. Voer. Even net over het volk van Soaps, van zojuist. Je zegt van ja, waarom ga je dat volk niet behandelen? Want mijn behandeling bestaat dus uit het feit dat ik er gewoon een nieuwe geselecteerde koningin in doe. En ik ben dus echt niet bang dat dat volk wat je net gezien hebt, dat ten onder gaat in de komende winter. Domweg, omdat het een A is een sterk volk en B, of tenminste voldoende sterk, laat ik het zo formuleren. En B, er zitten gewoon geen DWV-bijtjes in. Dus de bijtjes met verkreukelde vleugels of bijen die verlamd zijn, die voor de kast lopen. Ja, die hebben een verlammingsvirus of een DWV-virus, deformed wing virus. En die hangen ook direct samen met een hoge mijtenbesmetting. Kijk, hier zie je het broed nog zitten volop. Het hangt direct samen met een hoge mijtenbesmetting, die virussen. Maar ja, zowel in dit volk als in het andere volk. En in de meeste volken, ik kan wel zeggen in nou, 98% van mijn volken, zie ik geen DWV en ook geen verlammingsvirus. En volgens mij is dat de kneep. De bijenvolken kunnen best een bepaalde besmetting van mijten verdragen. Want er zitten, per slotverrekening, zitten er 15.000 bijen in zo'n kast. Ja, als er dan 2.000 mijten in zitten, zoals in het andere volk, dan blijven er nog 13.000 bijen over die totaal nergens last van hebben. Nou, hier zie je ook allemaal stuifmeel zitten, geel stuifmeel. Hier zie je weer gesloten broed. Ja, en op de bodem geen suikerdeeg. Dus dit volk is A, buitengewoon gezond, sterk. Mooie hoeveelheid broed zit er nog in. En ja, de daadwerkelijke besmetting van de mijten. Ik heb het een keer uitgerekend, er is een wetenschappelijke studie. En die kun je ongeveer uit concluderen dat
als in de herfst, terwijl er nog wat broed in de volken zitten, kun je concluderen dat voor iedere meid die gemiddeld per dag valt, als je dat met 40 vermenigvuldigt, dan kom je ongeveer uit op de meitenbesmetting. In de formule zeggen ze ook nog eens een keertje dat je een aantal van 300 bij moet tellen. Dat zal misschien wel zo zijn voor hele grote volken, zoals dit. Maar voor kleine volkjes in mini-plussen is dat dus niet nodig. Kijk hier, hele grote wielen met klimop stuifmeel. Nou, kijk maar de platen met broed. Dat gaat allemaal nog uitlopen. Dus dit geeft nog een geweldige hoeveelheid lang levende winterbijen. Want daar gaat het om, hè. Vooral die lang levende winterbijen. Ik kan wel goed kijken of ik nog wat... Ja, ik zie ook nog eitjes. Dus de koningin is ook nog aan de leg. Oh, hier loopt ze. Ze loopt hier. Om een beeld te brengen. Ze loopt hier. Dan wil je doen, vinger te zien is. Ja, ze loopt hier. Nou, lekker laten lopen. Mooie gele koningin. Nou, je ziet het broed zit nog tot het ene laatste raam. Ik heb ze niet geteeld. Je ziet het door middel van die kopspijkers is de raamafstand kleiner. Kijk, dit is nog een raam met die oorspronkelijke Hofman hoekjes. Dan krijg je ongeveer dezelfde afstand. Ik heb natuurlijk niet al die ramen weggegooid. Daar heb ik het geld niet voor. Dus, want probeer een keer zo duur genoeg. Goed, de voerbak kan er weer in. Die haal ik later wel weer een keer uit. Ik geef ze eerst nog een heel klein beetje voer. En nou, dan weten we dus dat dit volk echt een super lage meidbesmetting heeft. Het is wel een dochter van de koningin die geselecteerd is door mijzelf op de lage meitenval. Het is leuk om te zien hoeveel bijen dat er binnenkomen met stuifmeel aan de pootjes. Kijk hoor, sorry. Kijk, achter elkaar komen de bijen binnen met geel stuifmeel aan de poten van de klimop. Dus het is wel een dochter van een geselecteerde koningin. Die als eigenschap heeft dat hij geselecteerd is op een hele lage meitenbesmetting. Maar die koningin is gewoon standbevrucht. Dus de koningin is hier bevrucht. Dan moet ik zeggen dat hier vliegen ook wel redelijk wat darren. Die diezelfde goede eigenschappen hebben. Maar zo zie je maar. Die andere koningin die was ook op deze bijenstand bevrucht. Ja, en die had niet het vermogen om die meiden te ruimen. Maar ja goed, er zijn meerdere factoren die van belang zijn, en je moet zowel aan de moederskant als aan de vaderskant moet je dus die vroa-sensitieve hygiënische eigenschappen hebben, of grooming, het kunnen allerlei verschillende eigenschappen zijn. En wat dat betreft selecteer ik eigenlijk als een soort black box. Dus ja, hier staat nog een topkast en nog twee reservevolken in de tand. Dat was het. Nou, mocht je vragen hebben, dan hoor ik het wel. Oké, doei!